Stel dat het om een overval zou gaan, is het dan aannemelijk om aan te nemen dat degene die overleden is, dat dan de dader was? Daar kunnen we geen uitspraken over doen, omdat we ook de identiteit niet weten van de meneer die is overleden. Dus onderzoek zal dat uit moeten wijzen en ook dan zal onderzoek wat uit kunnen wijzen hoe de verhouding ligt tussen deze twee mannen. Het kan ook zijn dat, stel dat het een overval was, dat een man die gewond is geweest, ik bedoel, zou hij ook nog een rol als dader kunnen hebben? Wij hebben deze meneer op dit moment als verdachte aangemerkt, maar dat hebben we gedaan omdat hij daarmee meer rechten heeft. Namelijk het recht om te zwijgen en het recht op een advocaat. En dat zijn meer rechten dan als je als getuige wordt gehoord. Hij is dus als verdachte aangemerkt? Hij is op dit moment als verdachte aangemerkt, puur om hem die extra rechten te geven. Hebben jullie al een idee wat er precies aan de hand is geweest? Nee, we hebben geen idee wat er aan de hand is geweest. Het kan een ruzie zijn geweest tussen twee mensen, het kan een overval zijn geweest. Daar hebben we geen enkele aanwijzingen tot nu toe voor. Daarvoor zijn we alles aan het onderzoeken.